U heeft 4 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Hoe is dat gegaan? Nou, dat is langs de regels van de kunst gegaan. 4 schriftelijke stemrondes voor 4 vacatures. En dat heeft 4 nieuwe wethouders opgeleverd. 3 mannen en 1 vrouw. Ja, het vorige college was uitsluitend uit mannen samengesteld. Begrijpelijkerwijs leverde dat ook wel eens kritiek op. Dat snap ik ook wel terecht. Het hangt vaak af van de partijen die kandidaten stellen voor het wethouderschap, hoe zo'n college dan qua man-vrouw verhouding is samengesteld. D66 had een vrouwelijke kandidaat in de persoon van mevrouw Van Sane. Ja, en daarmee is, mag ik zeggen, gelukkig ons college niet meer alleen uit mannen bestaand. Want als mevrouw Van Sane zich niet had gemeld, dan had Almelo ook net zo'n groot probleem gehad als Enschede. Ja, tenzij er een andere vrouwelijke kandidaat was geweest natuurlijk. Maar ja, dan hadden we, de kans was er dan geweest dat er inderdaad alleen nog maar weer mannelijke kandidaten waren. En ja, in een samenleving die voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen bestaat, dat is het geen gezond teken dat het bestuur die verhoudingen niet heeft. Zou u in zo'n geval zich extra hebben ingespannen om minstens 1 vrouw in het college te krijgen, als wethouder bedoel ik? Nou, dat is voor een burgemeester altijd erg moeilijk, hè? Want de burgemeester gaat niet over de benoeming van wethouders, dat doet de gemeenteraad. De burgemeester heeft een hele procesmatige rol, hè? Dus ik begeleid het proces waar langs wethouders worden benoemd. Het is echt aan de politieke partijen om goede kandidaten te zoeken, maar ook ja, te denken aan vraagstukken als inclusiviteit en diversiteit. Wat verwacht u van deze 4 wethouders? Nou, een nieuw begin geeft altijd heel veel energie, van welk college ook aantreedt. Ja, en die energie van zo'n nieuwe periode, die moet je gebruiken om in het begin ook een goede start te maken. Er is veel animo, ook bij de partijen die deze wethouders hebben kandidaat gesteld in het coalitieakkoord dat ze hebben afgesproken. En het is natuurlijk aan het college dat, zoals u weet, in hoofdzaak uit wethouders bestaat, om van dat coalitieakkoord ook werk te gaan maken. Er is een coalitieakkoord tot stand gekomen op hoofdlijnen. Wat kunnen daarvan de consequenties zijn? Nou ja, ik denk, ik heb gisteren heel goed geluisterd naar de woordvoerders van de coalitiepartijen. Dat zij de hand reiken aan de partijen die niet aan de coalitie deelnemen, de oppositie, hè, noemen we dat dan. Om mee te denken over de uitwerking van de hoofdlijnen die zij geschetst hebben. En ik denk dat dat positief is, omdat het de raad daarmee in de volle omvang ook ruimte krijgt om mee te praten over de besluiten die we moeten nemen. Is dit een trendbreuk met het verleden? Nou ja, een trendbreuk met het verleden. Je merkt dat iedereen heel erg zijn en haar best doet om het anders te laten zijn. In de gemeenteraad van Almelo zijn best wel eens harde woorden gevallen over de onderlinge samenwerking. Ik vind nu dat ik bespeur het oprechte voornemen bij iedereen om die bruggen te slaan die over die verschillen heen komen. Als u 1 hoogste prioriteit zou mogen uitkiezen voor de 4 wethouders, hoe zou die prioriteit luiden? Nou, de belangrijkste prioriteit voor elk college, van welke politieke signatuur is dan ook, dat de stad vooruit geholpen moet worden. En hoe je dat doet is een politieke vraag, die moeten partijen en wethouders beantwoorden. Maar de stad verdient het om met verve geleid te worden, om een toekomst aan te bieden, om samenwerking te hebben met ondernemers, met instellingen, met verenigingen, met inwoners van onze stad. Ook met de regio om ons heen. Almelo is een grote stad die ook belangrijk is voor de regio. En het komt ook echt op de wethouders aan om daar werk van te maken. En het scheelt dat u natuurlijk zelf al voor 6 jaar heeft bijgetekend. De gemeenteraad heeft mij in februari aanbevolen voor herbenoeming. Ik ben nog in afwachting van het koninklijk besluit dat moet gaan formaliseren. Ik ga ervan uit dat komt. En dan werk ik graag de komende jaren met dit team samen. Ik wens u en uw 4 nieuwe wethouders heel veel succes. Heel dank u wel. Dank u wel. Graag gedaan.